Deze vrouw werd door haar familie verwelkomd nadat ze met succes bevallen was van een drieling. Wat haar echter 10 dagen na haar bevalling overkwam, maakte haar familie verdrietig. Op 29 januari 2016 verwelkomde Kasi Rod haar mooie drieling, Asher, Levi en Piper. Dit was een geweldig moment voor haar en haar gezin. Op het moment dat haar baby's geboren werden, werden ze naar de neonatale afdeling gebracht. Dit was omdat ze, hoewel ze bij de geboorte gezond waren, met 34 weken via een keizersnede ter wereld kwamen en verzorgd moesten worden. Na enige tijd werd hun moeder ontslagen en mocht ze weer naar huis. Het was zo'n mooi moment voor haar man en 2 oudere dochters, Chloe 6 en Tenley 2, die ontzettend blij waren met haar thuiskomst. Tijdens de laatste 3 maanden van haar zwangerschap was het zo dat ze moest intrekken bij de familie van haar schoonbroer in Wichita. Wat betekende dat ze ver verwijderd was van haar familie, maar dichter bij haar dokters. Maar na haar geslaagde bevalling en maanden van afwezigheid thuis, was het eindelijk tijd voor haar om terug te keren naar haar man en haar 2 oudere dochters die ze gemist had. Het was de eerste keer in 3 maanden dat ze terug was. Ze zei verschillende keren dat het was alsof ze nooit van huis was weggeweest. Ze verlangde er gewoon naar hen te zien, zei Joey. Wat ze helaas niet wisten, was dat er iets vreselijks stond te gebeuren wat ze nooit hadden voorzien. Slechts een paar dagen na haar geslaagde bevalling stond de moeder van de drieling, die weer thuis was, om 4 uur 's morgens op. Ze werd wakker met een scherpe pijn in haar borst en merkte dat haar hart snel bonkte. Ze had pijn en moest met haar man met spoed naar het ziekenhuis gebracht worden. Maar wat kon er mis zijn? Toen ze daar aankwamen, werd ze gediagnosticeerd met een longembolie. Nadat een scan had uitgewezen dat ze een bloedklonter in haar longen had. Men dacht dat deze medische situatie veroorzaakt was door de zwangerschap van de drieling en de keizersnede die uitgevoerd werd. Omdat dit niet was wat het koppel uit Kansas verwacht had, waren ze erg ongerust. Na een paar dagen in het ziekenhuis te hebben doorgebracht en enkele aanvullende onderzoeken te hebben ondergaan, werd ze uiteindelijk uit het ziekenhuis ontslagen en mocht ze naar huis. Op dit moment werden door de dokters geen extra bloedklonters gevonden. Dit kwam voor hen als een opluchting. Voor ze naar huis gingen, besloot het duo naar de neonatale afdeling te gaan waar hun lieftallige drieling verzorgd werd. Na wat tijd met hen doorgebracht te hebben, reden ze terug naar een boerderij in Clay Center, Kansas, om de kinderkamer van de baby's klaar te maken. Het koppel was van plan de volgende dag terug te keren om hun drieling te bezoeken, maar het liep anders. Aanvankelijk hadden ze gedacht dat alles in orde was, omdat Casey zich goed voelde nadat ze het ziekenhuis bezocht hadden. We dachten dat we het ergste achter de rug hadden. Ze voelde zich echt goed toen ze wegging, zei Joey. Dat bleek echter niet het geval te zijn. De volgende dag overleed de moeder van 5 jammer genoeg. Maar wat ging er met haar mis? Na haar behandeling in het ziekenhuis was ze vastbesloten de angst die ze doormaakte achter zich te laten en ging verder met haar dagelijkse klusjes. Het ging prima met haar. Haar man gaf zelfs toe dat ze weer in het ritme kwam. Volgens hem wilde ze zo graag haar 2 meisjes zien die op school zaten. Joey ging verder om hun oudere meisjes bij school op te halen en vertelde hen dat hij thuis een mooie verrassing voor hen had. Toen de meisjes thuis kwamen, waren ze zo blij hun moeder te zien en ze konden hun tranen niet bedwingen. Hij herinnerde zich dat zijn vrouw ook huilde toen ze haar dochter zag, omdat ze hen gemist had. Ze had echter nooit geweten dat dit de laatste keer zou zijn dat ze wat tijd met haar gezin zou doorbrengen. Slechts enkele minuten nadat ze met haar gezin herenigd was, kwam de scherpe pijn op de borst, waarvan ze dacht dat die verdwenen was, weer terug. Ze besloot een poosje te rusten, om te zien of de pijn weg zou gaan, maar helaas, dat gebeurde niet. Casey had wat ongemak en moest weer met spoed naar het ziekenhuis gebracht worden. Haar man reed haar onmiddellijk naar de eerste hulp, maar voor ze daar aankwamen, had ze in de auto het bewustzijn al verloren. In het ziekenhuis aangekomen waren alle pogingen om haar te reanimeren tevergeefs en ze stierf. Het toeval wilde dat de bloedstolsels die ze eerder had gehad weer terugkwamen en deze keer was het fataal. Dit was een zeer deprimerend moment voor haar echtgenoot. Hij kon niet geloven wat zijn vrouw was overkomen. Ik dacht dat we haar helemaal onderzocht hadden. Ze kreeg de medicijnen die ze ook moest krijgen, zei hij. Je kon je wel voorstellen hoe geschokt hij was. Het verlies van zijn vrouw voelde voor hem niet echt en het was met voorsprong het ergste moment van zijn leven. Volgens hem waren zijn emoties gevoelloos. Op het moment dat zijn vrouw stierf, was hij al begonnen met plannen met haar te maken voor de thuiskomst van hun 3 baby's, nog voor de onfortuinlijke gebeurtenis plaatsvond. Hierdoor voelde hij zich zo overweldigd. Ongeveer 4 maanden na het overlijden van zijn partner bleef hij achter met de verantwoordelijkheid voor de verzorging van hun 5 schattige kinderen.
Gelukkig kreeg hij steun van zijn familie en de gemeenschap van Kansas die ontroerd waren door zijn situatie. Joey zei, elke week gaat het beter. Ik heb zoveel steun van mijn familie en de gemeenschap. Ik ben gewoon zo blij dat hij de hulp kon krijgen die hij nodig had. Maar dat was nog niet alles. Een vriendin van de familie, Hillary Thompson, die toegaf dat de dood van de secretaresse van de Garfield Elementary School erg pijnlijk was, deed iets moois voor haar familie. Raad eens wat. Ze begon een GoFundMe-pagina voor hen en meer dan 2000 mensen doneerden. Dit hielp bij het inzamelen van een heleboel geld voor de familie. Ook andere waardevolle dingen zoals kleding en babyvoeding werden gedoneerd. Ongelooflijk toch, zo'n vrijgevigheid. Joey was erg dankbaar voor de geweldige steun die hij kreeg, want hij wist dat hij niet in zijn eentje kon. Het is zo'n opluchting te weten dat hij er niet alleen voor stond. De niet te aflatende steun die hij van zijn ouders kreeg was enorm. Ook al was dat moment bitterzoet voor hen, toch zorgden ze ervoor dat ze elke dag naar zijn huis in Kansas afreisden, alleen maar om voor zijn kinderen te zorgen. De vader van vijf hield de herinneringen aan zijn lieftallige vrouw levend. In 2008 bouwde hij en Casey hun droomhuis dat op een veiling gekocht werd. Zijn vrouw was een geweldige kunstenares, dus ontwierp ze de gordijnen en maakte ze veel kunstwerk aan de muur van het huis. Ook had ze veel van haar foto's in het huis hangen. Na haar dood besloot hij niets meer te veranderen. Voor hem kon hij, ook al kan hij niet meer fysiek bij haar zijn, nog steeds haar aanwezigheid rond het huis voelen. Hij meldde ook dat haar kleren nog steeds in de kast hingen. Ik ben niet in staat geweest haar spullen weg te doen. Het is gewoon te moeilijk, zei hij. Het was niet alleen hij die zijn vrouw zo miste. Ook zijn kinderen deden dat en soms uitten ze hoezeer ze wensten dat ze bij hem was. Op een bepaalde dag in 2016 zei de tweejarige Tenley, ik mis mama. Toen het kleine meisje geboren was, vertelde Casey haar man iets dat hij nooit zou kunnen vergeten. Ze zei hem dat als haar ooit iets overkomt, hij er gewoon voor moet zorgen dat haar kinderen weten dat ze zielsveel van hen houdt. Geloof je dat? Joey onthulde dat dat iets was waarvan hij zeker zou zijn dat hij het zijn kinderen iedere keer zou vertellen. De Amerikaanse vader, die samen met zijn twee oudere dochters voor de drieling moest zorgen, gaf toe dat de zorg voor de drie baby's niet gemakkelijk was geweest. Volgens hem brengt tijd met ze doorbrengen herinneringen aan zijn vrouw naar boven en soms wenste hij dat ze bij hem was om hem bij te staan in de zorg voor hem. Maar zelfs als dat niet mogelijk zou zijn, was hij van plan zijn kinderen op te voeden op de boerderij die zijn vrouw koesterde. Voor hem betekende zijn vrouw alles en hij hoopte dat hij zijn drieling op een dag over hun lieve moeder kon vertellen. Hij zei, ik zal ze vertellen wat ze voor hen gedaan heeft en dat hun moeder de beste moeder van de wereld is. Ze zullen weten over al haar prestaties en hoe creatief ze was. Ik zal ze vertellen dat ze hen mocht vasthouden en dat ze wenste dat ze hier was. Wat vind je van het ontroerende verhaal van Casey? Deel het met me in de comments. Tot de volgende keer!